Een heel goedemiddag. Over heel Frankrijk verzamelen mensen aan gemeentehuizen om hun ongenoegen te uiten over het geweld. Wout van Aert heeft zo net een interview gegeven na zijn tweede plaats in de toerrit gisteren. Hij zegt dat hij erg ontgoocheld was. En vanuit Werchter zijn tienduizenden festivalgangers na 4 dagen op de weide op weg naar huis. In heel Frankrijk zijn mensen samengekomen bij stad- of gemeentehuizen om te protesteren tegen het geweld van de afgelopen dagen. Dat is losgebarsten nadat de politie vorige dinsdag een 17-jarige jongen doodschoot tijdens een verkeerscontrole. Tijdens de rellen werden vaak gebouwen van de politie en overheid geviseerd. De voorbije dagen zouden meer dan 150 stad- of gemeentehuizen beschadigd zijn. Burgemeesters, zoals hier in Rijssel, roepen op tot meer respect en verantwoordelijkheid. Finalement, ils ont cassé ce qui est utile pour eux, c'est-à-dire la République et les outils de la République. Voilà. Donc calme et apaisement. La violence n'a pas sa place dans notre voilà, dans la République. Les écoles brûler les écoles de nos enfants, c'est pas normal. Les mairies de nos quartiers, c'est pas normal. C'est des enfants quand même de la République. On les a mis dans des ghettos. Et on les a oubliés. Moi, j'appelle ça les oubliés de la République. Ils s'appellent Mohamed, ils s'appellent Ali, elles s'appellent Fatima. On ne leur donne pas la chance. On ne leur tend pas la main. Il faut que le gouvernement leur tende la main. Dag Thijs, jij staat in Rijssel. Ja, net op het moment dat het geweld lijkt te minderen daar, komen de mensen op straat. Met welk signaal? Wel, het initiatief kwam eigenlijk van de Vereniging van Franse Burgemeesters. Die had de inwoners van de getroffen steden en gemeenten, en dat zijn er meer dan 200, opgeroepen om klokslag om 12 uur naar het gemeentehuis of naar het stadhuis te komen. Om eigenlijk zo uit te drukken dat ze tegen dat zinloze geweld zijn van de voorbije dagen, zoals ze het zelf noemen. Het was niet de grote menigte hier in Rijssel. Het waren een kleine 200-tal mensen. Maar het was wel een groot verschil met de rellen van de voorbije dagen. Ze hebben het bewust heel vreedzaam gehouden, zonder slogans, zonder spandoeken. En de burgemeester heeft een brief voorgelezen, een brief die in alle gemeenten is voorgelezen, waarin ze hun steun uitdrukken met de slachtoffers van de rellen van de voorbije dagen. Waarin ze ook de hulpdiensten hebben bedankt. Waarin ze vooral hebben opgeroepen om het de komende dagen kalm en rustig te houden. En dat was een oproep die veel applaus kreeg bij de mensen die hier aanwezig waren. Dankjewel, Thijs. Afgelopen nacht was het dus een pak kalmer dan de voorbije dagen in Frankrijk. De Franse politie heeft wel nog 157 relschoppers opgepakt. En er is een brandweerman gestorven toen hij een brand in een ondergrondse garage aan het blussen was. Al is het nog niet zeker dat de brand door relschoppers is veroorzaakt. Afgelopen nacht was het rustig in Nanterre, waar een tiener door de politie is doodgeschoten, wat een golf van rellen en plunderingen op gang bracht. De inwoners zijn opgelucht. Je suis très contente qu'il y ait ce calme et en même temps je suis pas très contente aussi concernant tout ce que nous avons subi parce qu'il y a des gens on sait pas comment ils ont fait pour avoir leur voiture, leur magasin, monter leur magasin, peut-être aussi faire des crédits pour avoir ce qu'ils ont eu et puis au jour de il suffit d'une nuit, deux nuits qu'ils ont tout perdu. Pourquoi ils savent pas? Parce qu'ils sont innocents de tout ce qui se passe. De voorbije nacht waren er opnieuw massaal veel politiemensen op straat en daardoor lijkt het geweld te minderen. Dat denkt of hoopt in elk geval de regering. Je pense que le moment est venu de pouvoir constater le rétablissement de l'ordre public. Ce n'est pas fini. Les policiers et gendarmes à la demande du président de la République continueront à être extrêmement mobilisés dans les prochaines nuits. President Macron riep zijn regering gisteren nog samen, maar nam geen extra maatregelen. Macron krijgt kritiek voor zijn aanpak, onder meer van de burgemeester van La Haye-les-Roses. De echtgenote en dochter van de burgemeester raakte in de nacht van zaterdag op zondag gewond toen een auto inreed op de privéwoning. Maar de burgemeester wil zich niet laten doen. On est très fatigué, on est exténué, on est triste, on est en colère, on a peur. Et en même temps, on tient debout. Il est hors de question qu'on soit des victimes, il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Morgen ontvangt Macron de burgemeesters van meer dan 220 getroffen gemeentes.
In Vlaanderen genieten duizenden kinderen intussen van een welverdiende grote vakantie. Maar dat is niet het geval in het Franstalig onderwijs. Daar is er voor het eerst ook deze week nog school. Straks trekken we naar Namen. Eerst naar de Wetstraat 16, want daar zit de top van de federale regering samen over onze belastingen. De ministers zoeken consensus over een kleinere fiscale hervorming van zo'n 2,2 miljard euro. Werken moet meer lonen, dat is het doel van de hervorming. Of de regering ook effectief tot een akkoord komt, dat is nog onzeker. De deadline blijft voorlopig liggen op 21 juli. Minister, een fiscale hervorming vandaag? De top van de federale regering zoekt naar een evenwichtige fiscale hervorming. Het oorspronkelijke voorstel van 6 miljard is intussen afgeslankt naar een kleinere hervorming van zo'n 2 miljard. Een kleinere, Dali. We zijn... Eén jaar voor de verkiezingen, dat is moeilijk om fiscale ervaring van ongeveer 6 of 7 miljard te kunnen doen. Hè. Waar komt het geld vandaan van de grote vermogens voor de linkse partijen? Maar de liberalen willen ook de werklozen aanpakken. Het gaat over leefloners, over arbeidsongeschikten, ook over huismoeders. Wiens partner een hogere uitkering krijgt omdat ze huismoeder zijn. Daar vinden wij dat de vijzen moeten worden aangedraaid. Wat krijgen we in ruil? Niet 800 euro netto meer per jaar, zoals het eerste plan zei. Wel een beperkt voordeel. Vooral voor de laagste lonen, zeggen de socialisten. Wij willen een belastingsvoordeel voor mensen die gaan werken en weinig verdienen. Wij hebben de voorbije weken gezegd, ja, als je natuurlijk... zodanig hoog wil springen dat je toch onder de lat doorgaat, ja, dan kan je beter proberen de lat iets minder hoog te beleggen, iets minder te beloven, maar toch een realistisch resultaat bereiken. De kans dat er vandaag al geland wordt, is eerder klein. Het is wel goed gewerkt geweest gisteren in de bilaterale. We weten wel wat de rode lijnen zijn van de partijen. We weten ook wat partijen willen. Ja. Maar om nu te zeggen dat de deadline vanavond of vannacht is, dat niet. Hè. De deadline is en blijft 21 juli. Dan zou het wel goed zijn natuurlijk als dat afgerond is, want jullie moeten nog op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hè. Hoe staat het daarmee? We gaan eerst het fiscale varkentje wassen. Amper 47% van de Vlamingen met een arbeidsbeperking is aan de slag. De Vlaamse regering wil daarom ook meer gewone bedrijven overtuigen om mensen met een lager rendement in dienst te nemen. Het budget van 130 miljoen blijft behouden, maar het systeem wordt eenvoudiger en de bedrijven krijgen ook geld om begeleiders in te schakelen. Claudine, mag ik aan jou vragen van de potjes door te steken? Ja. George, zou jij voor mij ze willen toeren, alsjeblieft? Ja, hoor. Desserts en maaltijden bereiden voor woonzorgcentra en scholen. Met 50 doen ze dat hier bij zorgtraiteur Klaasens. 6 van hen hebben een arbeidsbeperking. Hun baas krijgt al een loonpremie om het tragere werken goed te maken en zo zijn er 17.000 arbeidsplaatsen in Vlaanderen. Dat systeem wordt nu vereenvoudigd en met 10% uitgebreid. Het is vooral inderdaad een vereenvoudiging van verschillende bestaande maatregelen. 4 maatregelen die vereenvoudigd worden tot het individueel maatwerk. Plus dat de loonpremie dat die ook hoger is dan bij de andere maatregelen. Dit kan gaan tot 55% van het loonverlies dat goed gemaakt wordt. Maar er is ook begeleiding nodig van zulke mensen. Hier kennen ze dat. Let bijvoorbeeld op de lepels. Bij elke taak hoort een lepel met een vast nummer en een vast aantal gram voedsel. En niet elk bordje moet over de weegschaal gaan. En wij weten met zekerheid... dat alles perfect gevuld gaat worden, maar zij zijn ook op hun gemak als ze hun job correct hebben gedaan. Maar niet elk bedrijf heeft die kennis. Zeker kleine bedrijven hebben geen tijd en geen volk voor begeleiding. Daarom komt er voortaan een begeleidingspremie. Ik denk wel dat dat mensen kan motiveren om daadwerkelijk wel eens een kans te geven aan iemand. En ja, misschien ook de oefening is te maken dat investeren in medewerkers, investeren in iemand die het misschien wat moeilijker heeft, dat dat wel degelijk loont. En soms, voor de planning van de wagens bijvoorbeeld, wordt een beperking, autisme, opeens een troef, een sterkte. Ik kan mij heel goed bezighouden met data en optimaliseren en efficiëntie. Vooral voor de volgorde van de rondes is dat dan heel belangrijk. Ik heb nog altijd moeilijk met communicatie en veel sociale interactie. Maar ze hebben hier voor mij de ideale manieren gevonden om daarmee om te kunnen gaan, ja. In Borgerhout in Antwerpen is vannacht opnieuw een aanslag gepleegd, deze keer op een restaurant. Rond 4 uur vannacht hoorden buurtbewoners een knal. Er bleek ook brand te zijn ontstaan aan de voorgevel van het restaurant op de Turnhoutsebaan.
Vooral de voordeur van het gebouw raakte beschadigd. Maar het vuur was snel gedoofd en er vielen gelukkig geen gewonden. Het gerecht onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. Het is de tweede aanslag in Borgerhout op 2 dagen tijd. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een grootschalig offensief gelanceerd in een vluchtelingenwijk die grenst aan de stad Jenin. De operatie is gericht op gewapende terreurgroepen in de wijk, zegt Israël. De Palestijnen spreken van een nieuwe oorlog die vooral onschuldige burgers in gevaar brengt. Er zijn al 8 Palestijnse doden en bijna 30 gewonden geteld. Met honderden soldaten en drones begon het Israëlische leger al vroeg in de ochtend met het offensief in de vluchtelingenwijk van Jenin. Het gaat om een dichtbevolkte wijk van maar een halve vierkante kilometer groot. En het doel van de operatie is duidelijk, zegt Israël. אנחנו נלחמים כאן בשלוחות הטרור של איראן באזור, בג'יהאד האסלאמי ובחמאס. Overal in de wijk klinken er geweerschoten en ontploffingen. Op sociale media tonen Palestijnse gewapende groepen hoe ze zich verzetten tegen de aanval. En de Palestijnse premier juicht het verzet toe. In الذي يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله. إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصية على الاحتلال وغزواته مثلها مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا. De spanningen in en rond Jenin zijn al maanden aan de gang. Het Israëlische leger valt de vluchtelingenwijk regelmatig binnen. Maar een grond- en luchtoperatie op zo'n grote schaal is ongezien in de afgelopen 20 jaar. Het offensief kan bovendien dagenlang duren, zegt een bron bij het Israëlische leger. Het blijft afwachten hoe de radicale Palestijnse groepen Hamas en Islamitische Jihad en ook de rest van de westelijke Jordaan-oever en Gaza zullen reageren. En dan terug naar eigen land. Koning Albert blijft nog enkele dagen langer in het ziekenhuis. Volgens het Koninklijk Paleis herstelt hij goed, maar heeft hij nog meer rust nodig. Vorige week dinsdag werd Albert met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Vorige week werd gezegd dat hij vandaag weer naar huis zou kunnen. Maar dat zal dus nog wat langer duren. En koningin Mathilde bracht vandaag een bezoek aan het vakantiekamp van Kom op tegen kanker in Pelt in Limburg. Dat kamp is er speciaal voor kinderen tussen 6 en 17 jaar die in een behandeling zijn voor kanker. De koningin speelde mee met kinderen en nam de tijd om naar hun verhalen te luisteren. Koningin Mathilde speelt mee met een kegelspel op het kamp van Kom op tegen kanker. Voor de kinderen is het een ongelooflijke ervaring. Amiral kon niet wachten om op kamp te vertrekken. Ik ben gisteren gekomen, want ik kon de eergisteren niet komen. Ik heb een operatie gedaan. Ik vond dat superfijn, superfijn. Het is ook mijn eerste keer dat ik haar zie. Ik vond het wel chic, want ik dacht... Ja, die gaat hier zo heel doen en hier op een stoeltje zetten en alles kijken hoe het gebeurt. Maar ze speelde zelfs mee, dus dat was wel heel chic. Er zitten nu 69 kinderen op het kamp. Ook dokters en verpleegkundigen van 3 Vlaamse kinderziekenhuizen gaan mee. Want de behandeling van de kinderen gaat natuurlijk gewoon door. Hoe organiseren jullie dat? En hoe zwaar is dat voor de ploeg? We willen de kinderen zoveel mogelijk gewoon kind kunnen laten zijn. En zo weinig mogelijk moeten geconfronteerd worden met het feit dat ze ook ziek zijn. Daarnaast of net ziek geweest. Dus we proberen ons daar een beetje aan te passen. En tijdens de spelmomenten het medische een beetje achterwege te kunnen laten. We zijn vertrokken en we zijn vertrokken. En daar is de eerste tussensprint. Voor deze kinderen is vooral het contact met lotgenoten belangrijk. Het kamp is een plek waar ze zich begrepen voelen. Ja, ik ben er sowieso wel redelijk los in zo mijn verhaal of zo. Maar ik denk zeker hier is dat toch wel gemakkelijker, omdat de anderen je beter begrijpen. En de anderen, zo vriendinnen kunnen wel zeggen, ja, ik snap het, maar echt snappen gaat dat toch nooit zijn. Dus hier is dat toch wel anders. Wow.
Alex Turner zette de heilige wei in vuur en vlam gisteren als allerlaatste act. Want Arctic Monkeys sloten gisteravond Rock Werchter af. De voorbije 4 dagen waren er elke dag 88.000 festivalgangers op het festival. De uittocht vandaag verloopt rustig. Ook op de camping wordt er teruggeblikt op een geslaagde editie van het festival. Op de camping gaat het feest nog heel even door. Maar de meeste festivalgangers zijn klaar om naar huis te gaan. Dat was heel erg gezellig. Ik heb 6 dagen, hele dagen Cara lopen drinken. Het was geweldig. Ja, iets weinig bier, maar veel Cara. Het was echt een geweldige 4-5 dagen, dus het was super tof. Ja, stem is weg, dus... Alles gegeven. Om niet te vergeten. Alles gegeven. Opvallend zoals na elk festival, veel afval en achtergelaten tenten. Ja, ik wil er eigenlijk nog één gaan stelen. Maar stelen is dat dan niet. Maar... Alles vastklikken, andere kant. Eigenlijk wel zonde. Hè. Die kosten echt veel geld, van die tenten. Dat is 100 euro voor een tent en dat blijft dan allemaal gewoon maar liggen. Hè. Voedseloverschotten kunnen festivalgangers afgeven op 4 verzamelpunten. De Nationale Voedselbank zorgt voor de verdeling aan verschillende organisaties. Vorig jaar was dat ongeveer 3,5 ton voeding gespaard. En daar zijn jullie tevreden mee? Uiteraard, ja. En we helpen zo de afvalberg ook een beetje verkleinen. Het zou zonde zijn dat het allemaal in de vuilbak gekieperd wordt. Het is ook gewoon heel fijn, want het scheelt ons sjouwen. En ja, ik vind het ook gewoon heel fijn. Het geeft een goed gevoel na 4 dagen alleen maar feesten. Enkel alcoholische dranken zijn niet welkom. Niet alles op kunnen drinken? Nou, hoeveel hadden we mee ook? Hoeveel hadden we mee ook? Ja. Misschien wel het beste dat we dat niet allemaal kunnen opdrinken hebben eigenlijk. En dan is het nu tijd voor de nodige rust. We nu naar huis, naar het bedje, warm douchen. Dat duurt. Een goede maaltijd. Het is nodig. Dat is absoluut nodig. Ach, amai. Dag Ruben. In de Tourcaravaan zindert de etappe van gisteren nog na. Toch wel. Zeker de ploegtactiek bij Jumbo-Visma, het kamp van Wout van Aert. Daar is toch wel wat over te doen. Ook vandaag nog Van Aert, die wou gisteren na de rit niet reageren, maar was duidelijk wel gefrustreerd dat hij niet voor ritwinst kon sprinten. Maar enkel voor de tweede plaats, vooral de rol die Jonas Vingegaard speelde, werd achteraf door velen kritisch bekeken. Vandaag, de day after, was het gespreksonderwerp voor de start van de etappe duidelijk. Is er een haar in de boter tussen Wout van Aert en Jonas Vingegaard? De drinkbus van Wout van Aert moest er gisteren aan geloven en hij sprak na afloop ook niet met de pers. Wout, een kleine reactie. Vandaag spreekt hij wel over de gemiste ritzegen. Hoe kijk je erop terug op die dag van gisteren? Ik was gisteren gewoon teleurgesteld na de rit dat ik niet gewonnen had. En vooral ja, omdat we kort bij waren natuurlijk. Dus, ik vond, ik denk dat dat niet zo vreemd is en ik had inderdaad even tijd nodig om die teleurstelling te verwerken. Vooral de rol van Jonas Vingegaard was gisteren een groot thema. Had de toerwinnaar meer kunnen of moeten doen om Van Aert aan de ritzege te helpen? Ja, Jonas had misschien meer kunnen doen met de wetenschap wat er achteraf gebeurd is. Maar ja, dat is koers en het is geen PlayStation. En ja, de kritiek is zeker onterecht. En dus verzekert Van Aert dat er geen problemen zijn binnen de ploeg. Wat jou betreft, blijft er niks van hangen? Nee. Ik weet dat de Tour 3 weken is en dat er nog heel veel kansen komen. En ja, vandaag is een nieuwe dag, een nieuwe kans. Maarten van Grambergen, goedemiddag. We horen het Wout van Aert net zelf zeggen. De bladzijde is blijkbaar definitief omgedraaid. Ja, blijkbaar. Ik ben daar straks ook nog heel even naar de bus van Jumbo-Visma geweest. Heb met een paar ploegleiders gepraat. En ze zeggen allemaal in koor, er is geen vuiltje aan de lucht. Jonas Vingegaard en Wout van Aert waren voor die etappe van gisteren goede vrienden. En dat zijn ze na die etappe nog steeds. Van Aert, en dat zeggen ze allemaal in koor. Van Aert was dus vooral boos op zichzelf. Dat heeft hij daarnet ook zelf verteld. Om die grote gemiste kans. Maar natuurlijk, als Jonas Vingegaard heel even de kop had gedaan, heel even had gewerkt voor Wout van Aert, dan was er natuurlijk niks aan de hand geweest. Dan was er geen gedoe geweest. En dat is natuurlijk nu wel het geval. Maar goed, Jonas Vingegaard die heeft geen koersinstinct. Die finale van gisteren, dat is eigenlijk een soort van klassieker. Dat rijdt hij nauwelijks. Je moet leren koersen rond de kerktoren, toch op tactisch vlak. En dat kan Vingegaard niet. En als de ploegleiding dan niks in zijn oortje zegt, dan gaat hij ook niks doen. En gaat hij het nu blijven hangen? Wel, nauwelijks. Wout van Aert is geen rancuneuze persoon. Denk maar aan Gent-Wevelgem.
afgelopen seizoen. Die koers gaf hij weg aan zijn maatje Christophe Laporte, aan de Fransman. Kijk naar de Ronde van Frankrijk van vorig jaar, die etappe naar Hautacam. Daar rijdt hij voor Vingegaard, Pogacar helemaal aan flarden. Alleen kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat in die laatste week in de Ronde van Frankrijk, in de Alpen of in die Vogese rit, dat Wout van Aert misschien net iets sneller afhaakt. En eigenlijk was dat ook al het plan en is dat ook al het plan van Wout van Aert voor die Ronde van Frankrijk. Want twee weken na de Tour, dan is er de wegrit op het WK in Glasgow. En dat is een heel groot doel voor Wout van Aert. Hij gaat zich niet meer helemaal aan flarden rijden zoals dat vorig seizoen wel het geval was. Oké, dankjewel voor de verduidelijking, Maarten van Granberen. Zoals steeds dendert de Tour verder met of zonder strubbelingen. Vandaag eerste kans voor de sprinters. Op papier toch. Na de finish in San Sebastian gisteren is de Tourcaravaan opnieuw land inwaarts getrokken. Start van etappe 3 ligt in Amorebieta-Etxano. Een stad op 20 kilometer van Bilbao, die voor het eerst de Tour verwelkomt. De koers verlaat Spanje trouwens vandaag, want de aankomst ligt in Bayonne. Een plaats met een rijke tourhistorie. 4 officiële hellingen onderweg, maar die liggen in deel 1 van de rit. In principe zal Adam Yates dus ook vanavond nog in het geel staan, want de snelle mannen zullen aansturen op een massasprint en kunnen zich een eerste keer uitleven. De Jacobsens, Philipsens en Cavendishen van deze wereld. Maar Cavendish die mogelijk een eerste kans krijgt om zijn 35e ritoverwinning te pakken, dat zou een absoluut record zijn. It's not a regular sprint day. Like we still have first half of the day is kind of like the last couple of days, so it's not going to be easy for anyone. But you know, if we can suffer through it, then hopefully we get our rewards, which is a nice bunch sprint in the final. De laatste finale is ook wel wat technisch met een aantal rotondes en een redelijk bochtige aankomst, maar. Ja, in principe denk ik wel dat het een mooie sprint kan zijn, maar dan moeten we eerst daar geraken met alle hoogtemeters die nog te overwinnen zijn. Vandaag die eerste sprintkans, de eerste keer ook samen met Danny van Poppel. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, zeker. Ik ben super blij met het vertrouwen dat de ploeg mij gegeven heeft. En met Danny erbij geeft me ook wel weer een deel rust dat ik weet dat ik in principe op een goede plek afgezet ga worden. We weten allemaal dat een eerste sprint in een grote ronde, zeker in de Tour, chaotisch is. Veel mannen nog fris. Ook veel klassementsploegen die nog van voren willen blijven. Dus het zal een drukke, overvolle, chaotische finale zijn. Maar goed, dat hoort erbij en ik denk dat we dat moeten kunnen. Het belooft voor straks. Union heeft een nieuwe trainer beet. De opvolger van Karel Geraerts, met wie geen overeenkomst werd gevonden deze zomer. Is een oude bekende, Alexander Blessin. De Duitser was tussen 2020 en 2022 coach van KV Oostende, waar hij zelfs trainer van het jaar werd. Hij maakte indruk met zijn pressing, voetbal en speelde met de kustploeg zelfs mee voor play-off 1. Vorig jaar ging hij naar Italië, naar Genoa, waar hij moest vechten tegen degradatie. In december kreeg hij daar zijn ontslag. Bij Union krijgt Blessin een kans op het hoogste niveau in ons land. Hij tekent er een contract voor 2 jaar. Tot slot nog voetbal. De Red Flames hebben gisteravond een oefenwedstrijd gespeeld tegen Nederland, dat zich volop voorbereidt voor het nakende WK in Nieuw-Zeeland en Australië. België is daar niet bij. Ook de ploeg was niet voltallig. Sterspeelster Tessa Wullaert ontbrak bijvoorbeeld. En dus werd er gevreesd voor een stevige pandoering. En dat geschiedde ook. De Red Flames verloren met 5-0. Ook voor deze oefenmatch zetten de Nederlandse vrouwen zich op scherp, want ze willen met een goed gevoel naar het WK trekken. En dat zullen de Red Flames geweten hebben, want na amper 2 minuten scoort Lieke Martens. Dan hoop je natuurlijk wel dat de eerste kans die ze krijgen, dat je daar door kan komen. Dat is spijtig genoeg niet gelukt. En wat dat ik daar toch wel, of wat dat we samen moeten meenemen, is dat dat met momenten net iets te gemakkelijk wel gaat, ondanks dat we tegen een fantastische ploeg hebben gespeeld. Zo staat het bij de rust al 3-0 voor Nederland. België kon zich niet plaatsen voor het WK. Nederland is dan weer een favoriet voor de eindzege. Het niveauverschil is duidelijk. Ja, we vandaag gevoeld hebben dat de Nederland toch een klasse hoger is dan ons. En, het is heel jammer om 5-0 onderuit te gaan. Maar we weten wat we beter moeten doen in september. In september spelen de Flames namelijk opnieuw tegen Nederland. Maar dan is het een match met inzet. Een duel in de groepsfase van de allereerste Nations League voor vrouwen. De Belgen beseffen dat er nog werk is. Dit is de 4-0 en België verliest zelfs nog met forfaitcijfers. 5-0 via snoeis.
Ik denk iedereen zijn eerste gevoel zal zijn, daar kunnen wij niks tegenhalen. Maar we zijn over voetbal bezig. Dus ik denk, we moeten nogmaals tot perfectie gaan trachten alles in elkaar te laten lopen om inderdaad wel een goed resultaat tegen Nederland te kunnen behalen. Tot slot nog de afspraak voor vanmiddag 14:15 op VRT1, de koers. Dank je wel, Ruben. D'habitude, là, je suis en vacances. Est-ce qu'ils étaient un peu jaloux aux collègues flamands qui ont déjà des vacances? Oui, je trouve ça scandaleux. Ils ont de la chance. Moi, je dis qu'on devrait faire comme les flamands. Mais avoir toujours les deux semaines de congé partout aussi. Hein. Je kan natuurlijk niet alles hebben. In Vlaanderen is de zomervakantie begonnen. Door een nieuwe regeling wordt er in het Franstalig onderwijs deze week wel nog les gegeven. En moeten leerlingen er ook een week vroeger weer naar school. Maar in ruil hebben ze er tijdens het schooljaar wel een extra week herfst- en krokusvakantie bijgekregen. Voilà. Kijk, een beertje. Dat mag je ook wel doen. Ja, wil je dat doen? Ja, je mag het doen. Het mag dan al juli zijn. Hier in het Instituut Saint-Louis Hartje Namen gonst het nog van het leven. Anders dan in Vlaanderen zal lerares Justine van het eerste leerjaar nog een beetje op haar grote vakantie moeten wachten. Jij staat hier voor een volle klas. Pikt dat? Nee, voor het moment is het wel leuk, omdat we mooi weer hebben. En we gaan het nu gewoon moeten zijn. Dus ik ben daarmee goed. Ik voel me daarmee goed, omdat wij ook 2 weken vakantie dan hebben in november en in maart. Les congés sont répartis autrement. Et donc, c'est pas mal non plus d'avoir des vraies pauses pendant l'année, parce qu'en fait, ces vacances de 2 semaines en cours d'année permettent d'avoir 1 semaine pour déconnecter et 1 semaine pour se reposer. Zelfs de bel klinkt in Wallonië net iets anders. En een speelplaats op dit moment van het jaar blijkt toch wat onwennig aan te voelen. Ça fait un peu bizarre d'être à l'école en juillet, parce que d'habitude je me réveille pas à 6h30. Du coup, ça fait un peu bizarre, mais on s'y habitue, on va s'habituer. Nous, on a moins de congés, mais au moins ça va pas trop nous perdre la tête dans les exercices. Maar er is hier en daar ook wat jaloezie ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen. T'es vraiment fâché? Oui. Exactement. Parce que maintenant je dois partir qu'une fois en voyage et là avant je partais 2 fois en voyage. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est aïe aïe aïe. Merci. Aïe aïe aïe. Wij begonnen in Rijssel in Frankrijk, waar in verschillende steden mensen samen zijn gekomen aan stad- en gemeentehuizen. Ze willen dat het geweld van de voorbije dagen stopt. Heel graag tot straks.